voor het versterken van plannings- en operationele vaardigheden in de agrarische sector van Suriname heeft op 6 september een trainingsprogramma plaatsgevonden. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij benadrukte het belang van strategische planning en samenwerking om de landbouwketen te verduurzamen en producenten beter met markten te verbinden. Het programma moet bijdragen aan een veerkrachtigere en winstgevendere agrarische sector. Het ministerie van Economische Zaken voert het SEARCH-project uit om Surinaamse micro, kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen. Kenji's Pet Shop NV, opgericht in 2016 en gespecialiseerd in zangvogels, ontving in cohort 2 een matching grant van $60.000. Op 4 september kreeg het bedrijf een nieuwe bezending vogels, waaronder twatwas en rosella cockatoos. SEARCH, gefinancierd door de Wereldbank, ondersteunt het bedrijfsleven en stimuleert vrouwelijk ondernemerschap en rurale gemeenschappen, zoals in Heemsen en Marons. De 45-jarige CM kwam op 8 september om het leven bij een zware aanrijding tussen twee voertuigen op de Oost-West-verbinding in Kommewijnen. De politie kreeg om 5:30 in de middag een melding en trof de slachtoffers en zwaar beschadigde voertuigen aan. CM zat bekneld en werd door de brandweer uit het voertuig gehaald, maar vertoonde geen teken van leven meer. De bestuurders en andere inzittenden werden met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding en het lichaam van CM is voor obductie in beslag genomen.